Een hele goede middag. Hé, hey, weer een auto. Gezellig. De hele dag met mijn vader in de auto. Hé, pap? Ja, de hele dag. Nou, bij elkaar is toch... Je hebt toch ook nog een filmpje opgenomen? Nee, net een filmpje gemaakt. Ja, inderdaad, die zul je er ondertussen al gezien hebben. Wanneer dit online komt, weet ik niet vandaag. Ik denk misschien zelfs de vlog zelfs in tweeën geknipt. Ja, toch? Want anders zitten jullie 25 minuten lang naar beelden te kijken. Achter elkaar, dat is ook niet zo leuk. En niet prettig om te kijken. Dat is lekker. Dus we zitten nu in de auto, in ieder geval onderweg naar Lelystad, P.I. Lelystad, waar ik natuurlijk een paar maanden heb vertoefd, moet ik maar zeggen. Ja toch? De gast ben je geweest. De gast, ja, inderdaad. Nou, wat vond je daarvan trouwens als je op bezoek kwam? Niks, het wel netjes correct behandeld. Niks mis mee. Niet zoals ik, dat je af en toe helemaal moet uitkleden en dat je dan... Nee, niet. Nee, en reeds spellen en zo. Ja. Nee hoor. Helemaal niet. Ja. Maar wel drugshonden één keer. Maar ja. Wij hebben zelf ook hondjes. Ja. Dus die drugshonden waren heel verliefd op ons omdat wij ook hondjes hadden. Dus die hele drugs gebeuren daarom. Ja. Dat hebben wij eventjes tot een gedegradeerd tot een blamage. En die gasten moesten er zelf ook op lachen. Joh. Dus die zeiden nou we gaan maar weer want dit wordt helemaal niks. Ja. Zo vriendelijk waren die honden. Nou, ik heb al verteld toch van als jullie op bezoek kwamen en dan ging ik naar klaar voor bezoek, zeg maar, dan moest je een knop indrukken, een grote knop, en dan heb je groen of rood. Groen is gewoon, ze worden gefouilleerd en rood is dat je helemaal mag uitkleden en dat je dan gevisiteerd wordt. Leuk hè? Komen ze bij je op visite? Nou, nee, gelukkig niet, maar je moet wel gaan door je knieën heen gaan. Dat soort dingen en onder je oksels en je haar moet je zelf door de wang halen. Ja, ja, sommige mensen hebben lang haar of haarpetjes of weet ik veel, dat ze allemaal op hebben. Dus, maar je mag ook geen jas aan en zo, dat soort dingen. Dus, geen iets wat ook niet de bezoekers, ook niet wat iets wat op een jas op een nee, ook niet hè. Nee. Als je dus als vrouw zijn op de vest binnenkomt en niet sluiting erin. Ja. Dan heb je een probleem in feite. Ja, ja. Jeff kwam met Sinterklaas, kerst Sinterklaas, kwam je aan met een grote chocoladeletter. Die mocht hij niet geven aan me. Gek hè, zei ik toen tegen. Ja, er zit misschien wel een vuil. Ja, vuil in. Drugs. Ja. Nou, er kwam wel, ik moet eerlijk toegeven, er kwam echt veel drugs. Ja? Ja, gewoon echt veel wiet en zo. Toch even? Ja, natuurlijk. Tijdens die strenge controles. Ja hoor, natuurlijk. Ze zien altijd wel wat, joh. Ja. Ik heb er toch een verstopt plekje gezien, die kun je echt niet bedenken hoor, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja, ja. Nou ja. Dus we rijden nu op de snelweg. Die zijn al zenuwachtig zien, die jetski en een rubberboot bij u. Ja, dat is lekker hè. Zomer jongens. Ja, het is wel lekker weer aan het worden. Eindelijk lekker weer trouwens, want ik heb wel massa gehad trouwens in geval, dus dat het niet zo koud was. Moet ik eerlijk zeggen. Dan word je echt niet vrolijk hoor, dat het zo koud is. Je hebt ook geen last van stookkosten. Nee, het begint stookkosten, ja. Ik hoef er zelfs niet de hypotheek of huur te betalen, maar kost in je woning had ik gratis. Maar we gaan even naar Lelystad inderdaad, want ik ben chagrijnig geworden op hun. Want je vraagt dan, heb ik al een keer eerder trouwens uitgelegd in een van de vlogs. Als jullie die nog niet gezien hebben, trouwens ik zal een link in de beschrijving zetten daarnaartoe. Maar je moet daar alles met briefjes aanvragen. Nou ja, voordat je pas antwoord hoort, duurt het maanden soms. En aangezien ik maar 5-6 maanden naar binnen ben geweest eigenlijk. Gaat tijd natuurlijk gewoon heel erg hard. Hè? Gewoon even 4 weken wachten op iets. En dan 4 weken weer 26 weken. Nou, dat gaat wel super hard natuurlijk. Dus ik had een beklag ingediend. En dit is de beklagbrief helemaal. Gewoon wat hun dossier, zeg maar. Dus je doet het al een klein beetje. Het is nog een beetje veel. Ik zie alleen één grote pleister in beeld. Jezus. Eén dagje. Hij moet er één dag op blijven. Maar wat vind je ervan, pa? Heb ik maar een kans? Ik weet het niet. Dat hoorde me wel van de directeur. Ja, wat denk je zelf? Je hebt doorgelezen, toch? Wat denk je zelf? Ja, ze hebben het aardig kloppend gemaakt, hoor, in die brief. Zo van... Dus dat is alleen... ze zeggen ook, je kan de eerste 3 maanden kan je helemaal geen verzoek indienen. Maar dan moeten ze ook die briefjes niet aanpakken en daarna niks meer laten. Nee, worden. En sterker nog, je krijgt van de reclassering krijg je een brief van dit is je detentieplan van die 6 maanden.
En vervolgens, ja, kan je dat weer niet doen omdat je eerst 3 maanden nergens recht op hebt. Ja, dat is een soort van tegenspreken, vind ik zelf. Zeggen, ja. De eerste 3 maanden is dit niet voor, voor jou voor toepassing. Nou, dus dat vind ik wel heel raar. Ja, dus ja, ik weet het niet, ik ga hem gewoon mijn best doen en ik verwacht niets hoor trouwens, maar het gaat wel meer om het principe, snap je? Iemand moet een keertje zeggen van hé, ik wil er tegenin gaan, snap je? Anders blijft alles maar hetzelfde. En toch van? Ja. Eenmaal verandert de oorlog. Je moet gewoon zorgen dat je niet in de gratis komt. Oké, dat is wel een redelijke tip. Maar ja, ja. Nou, er zit wel een klein punt in ieder geval. Maar oké, als je in de gevangenis komt, en er wordt wat beloofde zaken, dan moet je het ook nakomen. Ja toch? Want anders worden gedetineerden worden nog geïrriteerder. En dan kun je alleen maar gezeik mee krijgen. En dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dus, wij gaan gewoon even kijken wat er gaat gebeuren. Ik zal zo meteen nog eventjes een stukje buiten de gevangenis opnemen en dan tot zo. Nou, we zijn hier aangekomen hier bij Lelystad. En ja, mooie ding in. Zo, dat is beter. Maar Lelystad, mijn oude huis. Zijn oude woning. Hij moet nog lachen ook nog om, hè? Nou, gelukkig kunnen we het een beetje positief inzien, toch? Ja, toch? Ik kan wel elke keer in het verleden blijven hangen, maar dat is ook niet op. Ja, toch? Hallo, mijn oude woning. Kun je een liedje van maken? Ja, inderdaad. Nou, even parkeren en dan even naar binnen. Nou, we zijn hier voor de ingang, transportingang, zei Parel net. Ja. Hier kom ik inderdaad naar binnen. En hier ga je ook. Hier kom je een busje. Een busje, inderdaad. En dan je wordt hier ook weer naar buiten gezet, hè. Met je vuilniszakken. Ja, met je vuilniszakken. Dus hier, hier ga je doorheen, door deze poort. En dan ga je naar binnen gelaten en hier ga je naar buiten, zeg maar. Daar. Dan ben je vrij. Dan ben je heel vrij, ja, inderdaad. Dus, ik ga ophangen, want ik krijg gezeik hier. Dus, dat is al. Nou, dan zijn we weer in de auto. Net terug, nu rijden we weg naar het Lelystad, hier achter ons Lelystad. P. En ik zit hier naast mijn papa. En ik heb verloren op het grond van, ze hebben er gewoon geen tijd voor. En niet genoeg personeel voor om het te regelen. Dus, what the fuck. Ze werken maar 8 uur per dag. En hun hebben het echt goed, niks aan de hand. En hoe minder ze hoeven te doen in de basentijd, hoe beter het is, daar komt het gewoon op neer. Want ze zijn gewoon te beloerd. Ja, waar het mij om ging is eigenlijk het feit, hè, van er wordt iets beloofd, tenminste beloofd, er wordt iets, een soort van situatie wordt er voorgesteld, zeg maar, van hé, hey, als je best doet, hè, dan kun je korte straf en bla bla bla. En vervolgens, voor elke 2 maanden waar ik iets korter op kon krijgen, moest ik 3 maanden wachten tot ik het kreeg. Dus ja, dat schoot lekker op, zeg maar. Dus ja, dus helaas niet gelukt. Het is niet anders. Maar ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. En soms moet je voor je punt ook gaan. Dus ze zeggen van nou, we gaan kijken of we in de toekomst dat anders kunnen doen. Oké, dat was het antwoord. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje en bye bye.